Op maandag 20 juni 2022 heeft de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, een ontmoeting gehad met president Chandrika Persat Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. De journalistenvereniging en de regering hebben afgesproken zaken structureel aan te pakken om de persvrijheid in Suriname te verbeteren. Het ligt in de bedoeling dat er een betere communicatie op gang komt. In principe was het een vervolggesprek. We hebben daarvoor al een aantal gesprekken gehad met de minister van Buitenlandse Zaken. Nu was het een moment om te praten met de president en de vicepresident. En we hebben een beetje gesproken over de verschillende zaken die spelen binnen de media. En dan praten we over de persvrijheid, meningsuiting en een conferentie die in planning is om te komen tot het traject om de persvrijheid weer omhoog te tillen. Want zoals jullie weten, we zijn van de plek 52 naar van 19 naar 52 gedaald op de indexcijfer voor de persvrijheid. En dat is natuurlijk niet goed te spreken. We zijn er niet zo blij mee. Ook de regering is er ook niet blij mee. Dus we komen bij elkaar om te kijken hoe we hier aan kunnen werken. Wilfred kan eventueel wat aansluitingen of wat meer vertellen daarover. Oké, dit gesprek is vervolg op wat we eerder hebben gehad. En dit was een van de actiepunten uit het vervolggesprek. En een van de actiepunten was dat we een gesprek zouden hebben waar de vicepresident erbij zou zijn en de president. Omdat het belangrijk is dat de twee mensen die verantwoordelijk zijn voor eigenlijk regeerbaarheid hier ook met ons aan tafel zitten. Dus dat is één actiepunt dat nu in uitvoering is gegaan. Dan is er nog een paar actiepunten. En één van ze is een conferentie of een dialoog. Waar we als beroepsgroep en de overheid, de regering, gaan praten over bepaalde dingen. Waardoor die persvrijheid in Suriname beter geregeld gaat worden. En ik begrijp dat iedereen ook belangstelling heeft van hoe staat het met de relatie tussen de vicepresident en de journalisten. Ook dat hebben we besproken en daarom was dit gesprek nodig. Om die relatie tussen de vicepresident en de journalisten goed te bespreken. En dat is bij dit gesprek is het opgelost eigenlijk. De vicepresident en de journalisten hebben aangegeven, of de vertegenwoordigers hebben aangegeven, hoe die kwestie eigenlijk die in december heeft plaatsgevonden, hoe het eigenlijk zat en waar de knelpunten waren, hoe wij het hebben gezien, hoe de vicepresident er tegenaan heeft gekeken. En we hebben ook aangegeven hoe belangrijk is dat er eigenlijk een goede relatie is, maar ook dat vanuit de vicepresident de pers te woord wordt gestaan. Hij had bepaalde dingen had hij moeite, zoals de boycott. We hebben daarover gesproken en bij dit gesprek in aanwezigheid van de president hebben we dus de vicepresident gezegd van, hey, staat de pers wel normaal weer te woord. Dus dat is opgelost. Er komen nog een paar activiteiten. We gaan de samenleving ook daarover informeren. Maar onze volgende activiteit moet zijn, dus wat we hebben is een dialoog. En in die dialoog zijn er verschillende activiteiten, waaronder dit gesprek is één van ze. De conferentie gaat één van ze zijn en er komen daar nog een paar andere dingen. En die hele dialoog is eigenlijk om de persvrijheid in Suriname goed te regelen tussen de overheid, en de beroepsgroep en waarschijnlijk ook de mediabedrijven. Oké, heel mooi verwoord. Tot slot zou ik alleen nog willen weten wanneer de eerstvolgende meeting hieruit zal voortvloeien. Want er is aangegeven dat er nog een vervallige bijeenkomst zal zijn. En wanneer zal dat precies gebeuren? Is dat al op de agenda? Dat horen we van de regering zelf, wanneer zij dat in hun agenda kunnen plannen. Het moet ook niet te lang duren. Sowieso hebben we bepaalde afspraken gemaakt met betrekking regelmatig persconferenties houden. Wanneer we aspecten hebben dat zeker meteen geadresseerd moeten worden, dat we het horen van de regering, van de president zelf. En we zijn wel heel blij met het feit dat de president heeft aangegeven dat er veel informatie is. En dat deze informatie via de onafhankelijke pers naar buiten moet. We hebben gemerkt in het gesprek dat er ergens een gap is. De doorstroom van informatie vanuit de overheid naar de onafhankelijke pers niet gaat hoe het moet zijn. Ministers zijn vaak genoeg onbereikbaar of willen geen interview afstaan. Dus dat zijn ook aspecten dat besproken is geworden en dat aangepakt zal worden. Oké, tot slot zou ik het alleen nog willen hebben over het persindex.
vrijheidscijfer. We zijn nu gedaald. En wat is het eerste aspect volgens u dat ons weer hoger op de lijst gaat kunnen laten staan? Kijk, we zijn gedaald en het doet iedereen pijn. Vooral de journalisten doet het pijn. Omdat wij de afgelopen jaren heel hard hebben gewerkt. We hebben ook gesproken erover in het gesprek met de vicepresident en de president. En we zijn het allemaal over eens dat wij gezamenlijk iets moeten doen. Kijken van hoe komt het. De journalisten hebben uitgelegd hoe die index tot stand komt. Hoe de plek op de ranglijst tot stand komt. En waarmee we rekening moeten houden. En we gaan het allemaal meenemen om te kijken van oké, dit zijn de aspecten die zorgen voor een stijging of een daling op de index. Dus we moeten er rekening mee houden. En het heeft nogmaals alles te maken met hoe wordt persvrijheid in een land beleefd. Omdat persvrijheid internationaal geldt als een poot van de democratie. Dus dan moet je er als land, als regering, als vakbeweging, als journalisten, als wie dan ook, rekening houden van, oh, dan moeten we het goed regelen. En dat goed regelen heeft alles te maken met afspraken maken. En vandaar dat we zijn blij met de stap zo ver die we hebben gezet met de regering, dat er een dialoog komt. En in die dialoog gaan we kijken, hoe regelen we dat ding van persvrijheid. Want wij hebben een ander begrip over, die heeft een ander begrip over, maar persvrijheid is een internationaal begrip. En iedereen kan daar een invulling aan geven, maar we hebben gezegd van wij, SVJ en de regering, van we willen een dialoog. Hoe gaan we op één lijn komen? Wat zijn de grenzen? Wie is verantwoordelijk voor wat? Welke afspraken gaan we maken? Dus dat is het traject dat wij gaan uitzetten met de regering. En waarvoor we elkaar ook al hebben gevonden dat we een pad van dialoog op gaan.